Hey, wat leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe Harry Potter Hogwarts Mystery met Ivar. In de vorige aflevering hebben we chapter 2 gehaald, Lumos geleerd en we hebben een toverdrank gemaakt. We hebben ook een aartsvijand gemaakt in Slytherin en dat was Meryl Streep noem ik hem maar even. En in deze aflevering gaan we naar chapter 3 ondertussen... Zo, ik kan niet praten. En in deze aflevering gaan we naar chapter 3, hoofdstuk 3 in de game. Ik ben ondertussen heel benieuwd wat mijn broer nou in godsnaam heeft gedaan. Jacob, malle boy, what happened and why didn't you tell me? Ik vind de game tot nu toe heel erg leuk. Het is niet echt dat je heel veel moet doen. Het is heel veel tappen en ik had vorige keer gewonnen zonder dat ik enig idee heb waarom ik nou eigenlijk had gewonnen. Maar het idee dat door de keuzes die ik maak het verhaal een beetje wordt gestuurd, vind ik heel erg leuk. Dus ik ben benieuwd wat de game allemaal nog voor onze petto heeft. Oh, nu zie ik het ook dat Meryl Mens staat gewoon op de voorkant van de game. Dat is denk ik onze Malfides. Poison Class. Hey, I've been here. Ik was hier goed in. Wat is het volgende dat we mogen doen? Ik zie hier een lampje branden. Oh ja, dat is zo leuk. Daar ben ik zo enthousiast over de vorige keer. Charms. Superleuk. We hebben dus Lumos geleerd. Maar wat is er nog? Expelliarmus. Ja, maar dat is niet alles. Rick de Sampra. En daar is die hoor. Flipendo. Flipendo is terug. Hoe fucking awesome is dat? Oh, Flipendo. Ik mis Flipendo. Ik mis dat geluid van die spreuk en het feit dat het gewoon betekent fuck wat in front of me is en slaat aan de kant. Dat is die hele spreuk. Oké, eens even kijken. Wat moeten we gaan doen? Eens even kijken naar onze checklist. Die houdt een beetje bij wat we aan het doen zijn. Report to Jane. Oh, Your prefect wants to know what happened in toverdranken. Ik ga dat woord niet meer uitspreken. Oké, ja, maar ik deed niks expres. Waarom is iedereen zo? We gaan in ieder geval naar de common room, want blijkbaar moet ik verantwoorden waarom ik niks fout heb gedaan. Ben. Een nieuw karakter. Ben. Hi, Ben. You're Ivor the Groot, right? Yes, who are you? Ben Copper. I'm a first year like you. I just wanted to say thank you for standing up to Merula Snyder, die Duitse trut, die Meryl Streep van de Duitse Lenden. Who told you I did that? I was watching from the end of the corridor, because I am a freak and a creep and I watch you masturbate at night. I've been following her so she can't sneak up on me. And if she sees me, I'll at least have a chance to run away. Oh, you're a scary bitch. Je hebt een heel raar gezicht, by the way. I don't want to judge, maar je hebt een raar gezicht. She tormented me the entire way on the Hogwarts Express. She kept threatening me and calling me a mudblood. Ach, gezeik weer. I'm sorry, Ben. That's terrible. Ik ben zo empathisch. Merula is obsessed with being the best witch in our year. And she thinks she has to impose her will on us to prove it. Het is een beetje bitch. En ze wil een beetje de boel leiden. Onder de eerstejaars. Conclusie wat hij zegt. Ik ben blij dat ik iemand heb gevonden die sterk en dapper genoeg is. Ondanks dat ik een Hufflepuff ben. Die er tegenaan, die er wat tegen doet. I'm certainly not. It's a joke that I got put in Gryffindor. Everyone is afraid of something, Ben. Ik ben zo empathisch. Unfortunately, I'm afraid of everything. I come from a muggle family. So all of this is new and scary to me. I know how you feel. I come from a wizard family, and this is hard for me too. Sinds wanneer heb ik dat accent? I'll try to help you however I can, Ben. Thanks, Ivor. I'll see you around. Oh, there's a little bit of more bromance. Hufflepuff coming. Oh ja, ik moet nog steeds naar Jane. Ik weet niet. Diegene van Tarzan, I guess. Die bitch is niet eens met wat ik heb gedaan. Zo. En in mijn optiek, I did nothing wrong. Oké. Let's go to Jane. Oh, ze zijn lekker over mij aan het roddelen. You already lost Hufflepuff 10 points. We're 4th place now. What happened? Well, Snape is gewoon kut. That's what happened. Here's where you can keep track of the race of the House Cup. Oké. At the end of the year, the House Cup... Ja, dat kent, dat weet iedereen. Here is Hufflepuff. 4 punten maar. Tjonge, jonge, jonge. Ik dacht dat ik goed was. Ik krijg wel de 100 gems. Als ik gewoon win en zo. Oké, nou superleuk. What's next? Nee, I don't want to change myself. Oké, terug naar Jane. I'm sorry, but who are you? that's kind of sassy. But who are you? And why are you talking to me about house points? I'm your prefect, Jane Court. It's a prefect's job to keep order in the house and help first years like you with their problem. Considering what your brother did at Hufflepuff... Oh, fuck off met die broeder, man. Jezus, gewoon behandel als een individu. Considering what your brother did to Hufflepuff's reputation, I should have kept a closer eye on you. Echt, Jane, vuist op je neus. It wasn't my fault, I'm sorry. I'm not my brother. En dat ga ik antwoorden, want dat is wel wat ik al de hele tijd wil zeggen. I know my brother broke school rules and damaged Hufflepuff's reputation, but I want to be a credit to our house. We all make mistakes, Ivor. Of course. We all don't make mistakes that cause Hufflepuff 10 points.
Oh, wat ben je voor een sessie druk, man. In any case, Professor Snape already sent you a letter directly. Jongen, zo'n big deal was het ook niet, hoor. Why would he send it to... Ja, inderdaad. Probably because he despised you. Ja, ik ben... Hij heeft Harry nog niet om te despisen. Snape hates everyone, so I wouldn't take it personally. But I would read that letter immediately. De Groot, I have discovered evidence that your poison may have indeed been tampered with. Indeed been tampered with? Ik heb dat niet gemeld. Ik drukte op de andere optie. While it does not prove your innocence, it does cast some doubt on my belief that you are a hopelessly incompetent. Oh, dat is een soort van Snape's manier om een compliment te geven. Bring me a jar of pickled slugs from the poison storeroom and I will consider restoring your house points, Snape. Okay. There are directions to the poison storeroom at the bottom of the letter. Rowan, good friend as he is. Want me to go with you, Harry? Ik weet echt niet wat ik met mijn accenten moet. Want me to go with you, Harry? It's the least I can do after you shaved... ik wou shaved zeg. After you saved me from Meryl Streep. Ja, kom maar mee. Is wel gezellig. Thanks, Rowan. You know your way around the castle much better than me. Ah! He's offering you... Oh ja, volgens mij zit er geen geluid bij, dus soms doe ik even de geluiden die de game maakt. He's offering to give us back 10 house points you lost. Hurry to the poison storeroom. Ja, if he changes mind... Jane, ik mag je niet. Okay, report to Jane. I did that. I'm a good boy. I'm going to the corridor. And we're going to restore those house points. That's what we're going to do. Kijk dan hoe dat eruit ziet. Vind je Harry Potter leuk? Niet nu. Defense against the Dark Arts. Wat gaan we doen? Rowan, talk to Rowan. Always talk to Rowan if you don't know what to do. The directions on Snape's letter. Okay, we moeten daar naar binnen. Go. I always thought it was located. Ja, of course, Rowan. Jij denkt altijd alles goed te weten. I need to find a jar of pickled slugs. Nou, dat gaan we dan doen. Leuk. I can't see a thing. Hey, welke boy heeft Lumos geleerd? Why did you close the door, Rowan? Rowan, you bitch. Hij is op slot zeker. I didn't. It closed behind me as soon as I stepped inside. I think it's locked. Hello, Omar. I will fix that for you. You should cast the one blighting charm to help us see. I will. Lumos! I did great. I'm a magnificent, magnificent tovenaar. Kijk dan. Kiek die toverstaf is gewoon. Oké. Huh? Devil's trick? Is dat niet erg heftig voor... Hier? A deadly plant called Devil's Snare. Ja, the Devil's Stick. Some forger Slytherin showed it to me when I first arrived. Why? Marula? Waar is Marula? Ik klop niet. Oh, the bitch is behind the door. It's sensitive to light. If you're really better at a hunt... Blah, 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 blah. Bitch, Marula, you locked us in here. Along with sending your fake letter from Snape. Oh, fake letter from Snape? I told you things would get worse. Deep Duitse bitch. Moet ik ook een Duits accent? Oh, Duits-Engels accent. Dit is een Duits accent, maar dan in het Engels. Something has to stop you from ruining Hogwarts. Ik kan dit. Something has stopped you from ruining Hogwarts. I may as well be Devil Snare. Ach, echt, ik ga je op je bek slaan, bitch. Toverknul, tover, je kan dit. Nee, je maakt me dood. Ivor! Je helpt me dan, lul de banger. We have to get out of here! Marula is right about Devil's Snare, being sensitive to light! Use Lumos to hold it off while I try to open the door and call for help! Help! We're trapped herein with Devil's Snare! Someone help! Ik ben een tovenaar, ik kan dat. Ik kan dit! Moet ik doen? Verder! Bitch, Lumos! Lumos, ik zeg je Lumos! I did it! I'm good! Ik ben goed, kom op. Go! It worked! Yeah, bitches! Oh no, there are so many of them! Okay, we zijn nog niet klaar. I will kick you bitch! Lumos! Bam! Yeah! Lumos, ik ben een tovenaar! Ivan is een tovenaar! Hij is zo goed! Hi! I've got to get out of here! Help! Is anybody alive out there? Can anybody hear me? We need help, hello! Oh, het zit op mijn nek, dat is niet oké! I'll wait! I'm dying! Oh, this is the point. It gets bitchy. 1 point of energy recharge every 4 minutes. Wait for your energy to recharge or buy 30 more now. Oh, bitch, please. I'll wait. I got time. Not that much time. Kan ik niet gewoon kopen? Ik heb niet zoveel. It looks like you need 40 more... Okay, that's where we're getting... I'm not gonna do this. Or am I gonna do this? Jesus Christus. Oh. Ik moet wachten 4 minuten. Waar zie ik dat in beeld? Kan ik dat ergens in beeld zien? Ondertussen ben ik aan het sterven en nobody's giving a shit. Okay, I'll be back in 4 minutes. Or even more minutes. Okay, we hebben even 4 minuutjes gewacht. En als het goed is, kan ik nu verder met de Devil Snare. Ja, ik kan dit. Lumos, snel. Oh, het haalt me zo niet uit de flow dat ik even moest stoppen. Lumos! Ja, nou niet nog een keer hoor. Nou ben ik er een beetje klaar mee. Nou is het klaar, toch? Nou is het klaar. Keep it up, Ivor! I think I heard someone!
Success, success, success! Oh my god, I'm such a pro! I'm collecting everything! I'm brilliant! I'm the best wizard there ever was. What's going on in there? Out of the way! Is it Hagi Pagi? Oh, let it be Hagrid! Oh, I miss you, Hagi! Het is Hagrid! Mijn vriend! Gulping gargoyles! Hufflepuff, get away from that devil snare! You're scaring it! Oh, Hagrid. Altijd voor, niet voor de mens, maar voor de dieren en de planten. I'm scaring it. Let's get you out of there. Kijk dan naar Hagi Pagi. You saved my life, thank you, Mr. Rubius Hagrid, at your service. I'm keeper of the keys and grounds at Hogwarts. Pleasure to meet you. I'm Ivan the Groot. Oh yeah, the one here everybody's talking about. Maybe trouble really does run in your family. How do we do the rain and over my door? How do you end up in here, Ivor? A thirsty Slytherin named Meryl Streep locked us inside. She did. What are you going to do to her? Tell Dumbledore. Tell my classmates. Get revenge. Nou, ik kon me er zo stront aan irriteren dat Harry in de boeken en in de films niet gewoon even na Perky is gelopen en eerlijk is geweest. Kom, me altijd bloed aan irriteren, dus I'm gonna tell fucking Dumbledore. I'm going to tell Dumbledore and make sure she punished. Do you have any proof? I have a fake letter from Snape, and I can prove he's the one who wrote it. Professor Dumbledore would want to help you. But even he can do anything if you don't have proof. Ik zeg nou dat ik proof had, lulebanger. I'd head back to the coming room and take some time to think. Yeah, Ivor, I don't want you to do something you'll regret. Serieus? Dan kies je ervoor om toch naar Perkamentus te gaan, wat je je zo bloed aan kan irriteren dat Harry dat nooit deed. En dan kies je daarvoor en dan gaat Hagrid ineens zeggen dat dat niet de juiste keuze is. You might also want to do something about those robes. The devil's snare got you. Good. Thanks, Hagrid. Hopefully I'll see you again. Yeah, certainly will, Ivor. But for now, you better get back to your coming room. Coming room. Whatever. Collecting slugs. Report to Jane. Did Snape give you the house points back? Come back to the common room. Ach, moet ik weer met die bitch doen om te zeggen dat het is allemaal fout gegaan. Het is allemaal één groot drama geworden. I'm gonna report to Jane. Wat stond daar? Komt niet Shane. Hallo Shane. Such a Shane. Bloody hell. Oh. Bloody hell. Bloody hell. What happened to your robes? I got snared by Devil Snare. Devil Snare? How? What happened with Professor Snape? It was a trick. Meryl Streep faked the note and trapped me in the room with Devil Snare. Was it with you and this girl? What is it with you and this girl? I think she's threatened by me. And I think she hates that I'm the only first year who has stood up to her. Because I'm a boss. And I take it you once again don't have any proof. I have the fake letter from Snape and I can prove she is the one who wrote it. Well, you can't go around the castle dressed like that. Professor Sprout will have a fit. People already look at you like you're mad because of your brother. Again, that bloody brother. Go and change into fresh robes. And better yet, pick something to wear outside class hours. Why don't you put on a new outfit? Oh, mag ik kleren kiezen? Wat leuk. Ik mag kleren kiezen. Pick out new clothes and tap done when you're done. Okay. Ik wil gewoon nieuwe kleren. Een leuke broek. Deze auto's zijn wel leuk. Deze zijn echt leuk. Oh, die paarse schoenen zijn helemaal niks. Oké, deze is leuk. Moet ik daarvoor betalen? Ja, fuck it. Dan ga ik lekker voor mijn bruine boek. I don't give a shit. Done. Accept. Put on new clothes. Check. Let's see how you look. Jane, wordt een beetje verliefd op mij. Wow, that's much better. Now you don't look like someone used you to practice the Severin charm. Whatever. Thanks, but I'm mainly just happy to be alive. He's kind of hot right now, by the way. He's a first year, Ivor. Well, you better hurry to your first flying class before you're expelled. Echt, niemand heeft vertrouwen in mij. Dat helpt mij ook niet hoor, mentaal gezien. See if you can find a way to unback house points while you're there. Well, Jane, ik zal je eens even in je vagine stompen. You're going to fly in a broom. Try not to break your neck. And most importantly, don't lose any of your house points. I actually sound like Mickey Mouse right now. Oh boy. Okay, dat is super cool. Dus dat betekent dat we de volgende aflevering... Oh, we zijn buiten, zo cool. Dat betekent dat we de volgende aflevering gaan vliegen. Zin in. Ik wil jullie bedanken voor het bekijken van deze aflevering. We zijn op het eerste punt gekomen dat we hadden moeten betalen. Maar met een beetje geduld komen we vast door deze game heen zonder ervoor te betalen. En om eerlijk te zijn vind ik het ook niet erg om heel erg voor een game te betalen, per se. Ik bedoel, als je vroeger, toen de games net uitkwamen van Harry Potter, als je die wilde spelen... Okay, die waren grafisch wel iets intenser natuurlijk en zo voort. Dan betaalde je ook 40 tot 50 euro.
euro voor die game. Dus als het op een punt komt dat het gewoon te hard is om te spelen, ben ik bereid dat bedrag er wel aan uit te geven. Want dat had het me ook gekost als ik bijvoorbeeld een discount moet kopen voor de hele game. Maar goed, we gaan zien hoe het allemaal verder loopt. Ik vind het tot nu toe heel leuk. Hopelijk jij ook. Is dat zo? Laat er nog een duimpje omhoog achter. En een reactie. En abonneer op Kicks Games. En druk op het belletje. En abonneer op mijn kanaal. En druk daar ook op het belletje, want jij bent er toch. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer terug bij een gloednieuwe Harry Potter game met Ivar.